Zijn jullie er nou ook zo misselijk van geworden? Ja, van al die types. Van al die experts. Gisteren op tv, ja, het ging maar door. Het begon al om 7 uur of kwart over 6 al bij een van dagen. En het ging maar door in de Sofie en al die talkshows. Daar kwamen al die experts langs. Ja, allemaal. Maar, en die kwamen allemaal vertellen dat het niet kon. De asielcrisis. Dat kwamen ze vertellen. Ja. Allemaal deugneuzen bijna. Eentje bij op één. Die zei nog wel van, je kan wel een beetje je kont tegen de krip gooien. En dat was het dan. Maar verder niemand. Iedereen kwam wel vertellen van, ja, het gaat niet. Het kan niet. En dan denk ik bij mezelf. Kijk, aan die omzicht hebben we niks. Die omzicht, ja, die zit de hele tijd zo. Zie je het? Zo. Armpjes over elkaar. In de bankjes in de klas, ja. Brasse jongetje. Ja, kijk maar eens. Meester, zie je maar. Ja, we zien je. Ja. Dat is omzicht. Daar heb je niks aan. Die gaat nooit tegen de stroom in. De dingen zoals het hoort. Oh, het hoort zo. Of dingen die bestaan, dan bestaat het maar zo. Nee, je moet altijd... Kijk, de wil moet er zijn om het te veranderen, om het te willen veranderen. En dat wil die omzicht niet. Die heeft niet die diepe politieke wil om te zeggen, oké, we gaan het veranderen, die immigratie. En Geert, die heeft dat wel. En Geert, daarom zou ik tegen Geert willen zeggen, Geert, ik neem je even mee terug naar 1994, Geert. Ja. Toen speelde Nederland het WK. En we zijn in Dallas. Op 9 juli in Dallas. En we spelen Nederland-Brazilië. Ja, kwartfinale geloof ik. En iedereen zei tegen mij, Harry, je komt het hele stadion niet in. Dat gaat jou niet lukken. Nee, dat ging mij niet lukken. Nee hoor, nee. En ik haalde overal kaarten vandaan. Die regelde ik bij andere mensen. En ik nam 200... dollar stopte ik in mijn zak en ik kocht gelijk. Zo'n controleur, die kocht ik om voor 200 dollar. En intussen liep de cameraploeg, die liep door, want ik was hem aan het afleiden. En voordat we het wisten, stonden de cameraploeg en ik achter het doel. Ja, ik heb de goal van Branco, die bal, binnenkant paal, die vrije trap, die heb ik gehoord. Zing, zei het geluid, ja. Dus het kan wel. Alles kan in het leven. Als je het maar wil. En dat betekent, je moet het systeem verslaan. Daar gaat het om. Beat the system. Versla het systeem. Dingen die altijd maar vaststaan en dat is dan maar zo. Nee, zoek de kleine gaatjes op en ga kijken waar je het wel, dat je het wel kan regelen. Ja, en dat zou ik dus tegen Geert willen zeggen. Leg je niet neer bij die keurige omzicht. Nee, Geert, versla het systeem.